kan me voorstellen dat het vertrouwen in jullie selectie groot is met een man die terugkomt na een 10-0 overwinning. De topscorer van de Eredivisie. Twee nieuwe spelers die zomaar hun niveau gelijk halen in de eerste wedstrijd. Ja, klopt. Ja, nou ja, we hebben een goede groep, dat weten we. En gelukkig hebben we de laatste twee wedstrijden gewonnen. Dus ik denk dat het vertrouwen nu hoog is voor de komende wedstrijd. Ja. Toch kan ik me zo voorstellen dat jij dan na zo'n overwinning toch een klein beetje de pet erin hebt dat die nul er niet ligt. Ja, klopt. Nee, dat heb ik ook zeker uitgesproken in de kleedkamer. Wij zeg maar wel, het enthousiasme druipt er echt vanaf als het gaat om goals maken. En ja, dat mis ik soms nog wel in het verdedigen. En dat gevoel moet natuurlijk in het hele team heersen. Ik bedoel, ik sta er ook om mijn primeurtje zeg maar te halen. En dat is voor mij dan in principe de nul houden en een aantal goede ballen pakken. Ja, goed. En dan daar heb je die andere 10 ook bij nodig. En dat is wel nog een aandachtspuntje bij ons. Ja. Is dat voetbal eigen, dat spelers die beginnen bij 4-0 denken, nou ja, die 4-1, die 4-2, we winnen toch wel? Nou ja, bij veel clubs wel, denk ik. Maar ik denk dat er ook heel veel clubs zijn die juist als kwaliteit hebben om op de nul te spelen. Bijvoorbeeld Atletico Madrid als voorbeeld. Daar heerst gewoon echt een gevoel van, ja, de nul is gewoon heilig. En als je zelf de nul houdt en je scoort er eentje, ja, dan heb je ook 3 punten, geloof ik. Dus, maar ja, wat ik zeg, dat is denk ik een beetje een proces waar we nu in zitten. Want ik denk dat we aanvallend creatiever zijn dan vorig seizoen. Alleen denk ik dat we vorig seizoen wel wat vaker de nul hielden en dat gevoel wat meer overheerste. Ja. Was het vorig jaar wat Italiaanser misschien? Ja, misschien wel. Maar ja, goed, wat ik net al zei, de kwaliteit is ook gewoon toegenomen. En dat zorgt er ook voor dat je meer vooruit durft te voetballen. Ja, dan is het zaak dat je het achterin ook op orde houdt. Alleen dat is denk ik gewoon een proces waar we in zitten nu. Kan je mij vertellen wat de nul houden voor jou betekent? Want in jouw carrière bij ADO, daarna heb je nog geen één keer de nul gehouden. Ja, dat is niet best, nee, inderdaad. Nee, ja, ik heb wel eens nog een aantal goede. Kijk, de nul houden is gewoon een gevoel dat je eigenlijk je taak volbracht hebt. En in principe heb ik ook wedstrijden gehad dat ik niet de nul hield en dat is nog een heel goed gevoel eraan overhield. Dus het zegt niet altijd alles. Maar ja, op het moment dat je de nul houdt, dan. Ik wil niet zeggen dat je foutloos hebt gekiept, maar je hebt in ieder geval je doel schoon gehouden. En dat is een. Ik denk een beetje hetzelfde als dat een speler een goal maakt. Ja. De nul houden heeft niks met kwaliteit en niveau ook te maken, hè? Nee, dat denk ik niet. Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is wat ik zeg. Dat is een beetje een gevoel wat moet overheersen in de groep. En er zijn wedstrijden dat je met 0-0 tevreden moet zijn. En ik denk als je 4-0 voor staat bij Excelsior, dan moet je eerder denken aan 4-0 winnen dan 5-0 of 6-0 winnen. Tuurlijk, dat is ook mooi. En dat gevoel kreeg ik een beetje dat we echt dachten van nu lopen we eroverheen 6-0, 7-0. Maar ja, ik denk bij 4-0, dan kan je de wedstrijd ook gewoon. Als een volwassen team uitspelen, denk ik. Dat is eigenlijk wel een opmerkelijke tweestrijd binnen een ploeg. Waar de spelers aan 5-0, 6-0, 7-0 denken. Denk jij, 4-0 is ook prima? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, als we van tevoren hadden gezegd 4-0 uit bij Excelsior winnen, dat iedereen ervoor getekend had. En natuurlijk, het loopt wat anders de wedstrijd. En ik had ook wel het idee van, ja, het kan 5-6-0 worden. Maar ja, op het moment dat je die 4-1 tegenkrijgt, ja, dan moet dat eigenlijk ook een signaal zijn van, ja, nu gooien we alles op slot. Ja, en dan wordt het 4-2 en dan. Wordt het eigenlijk gewoon nog lastig. En ik denk als de 4-3 was gevallen, dat je dan misschien nog 4-4 speelt. Ja, zo gek kan het lopen tegenwoordig. Is het een thema voor jou, die nul? Nee, het moet niet een dingetje worden. Ik bedoel, ik moet mijn wedstrijden gewoon spelen. Wat ik zeg, je kan ook een hele goede wedstrijd gespeeld hebben en met 2-1 winnen. Maar voor het gevoel zou het wel lekker zijn om een keer zo de nul te houden. Ja. Clean sheet. Clean sheet, inderdaad. Ja. Succes. Dankjewel.